Gemiddeld zetten we tussen de 50 en de 100 prikken per dag op een prikbus. Maar ik hoop natuurlijk dat er meer mensen vandaag komen. De GGD trekt met een speciale bus het land in om bewoners op een laagdrempelige manier over te halen zich alsnog te laten vaccineren. Dinsdag stonden ze op het dorpsplein in Zetten, want daar is het niet goed gesteld met de vaccinatiegraad. Wat we, net zoals in Barneveld, is een soortgelijke situatie, net als in Zetten. Dat, vanwege geloofsovertuiging dat mensen toch niet gevaccineerd willen worden. Soms ligt het ook aan de voorlichting, krijgen ze niet de juiste informatie of niet op de juiste manier binnen. Ik denk dat het daarom wat achterblijft. En door de vaccinatiebus hier neer te zetten, hopen we dat een beetje op te kunnen krikken. Gemiddeld zetten we tussen de 50 en de 100 prikken per dag op een prikbus. Maar ik hoop natuurlijk dat er meer mensen vandaag komen. Ja. De vaccinatiebus is succesvol. Het is er druk en een uitkomst voor mensen die eerder geen tijd hebben gehad om een afspraak te maken. Je wordt namelijk meteen gevaccineerd. Ik kom er makkelijk uit met mijn diensten. Ik werk in ploegendiensten. En een afspraak maken is redelijk irritant in verband met de bezetting bij ons op het werk. En nu was het in de beurt, dus ik kon uit mijn werk meteen door. Helemaal goed. Dus dit je vaccinatiebewijs. Vond je het eng? Nee, eigenlijk niet. Het was gebeurd voordat ik erin erg aan had. Sommige mensen vinden het heel vervelend om met een naald geprikt te worden. Gelukkig heeft de GGD Gelderland Midden daar een oplossing voor, op een vestiging in Ede. Als het echt niet lukt, en dat komt wel eens voor, dan is er nog een speciale prikangstuur in Ede. Dat is 2 keer per week. Het zijn 2 uurtjes in de middag of in de avond, waar mensen met prikangst speciaal begeleid worden door het hele proces heen. De aanwezigheid van de GGD-bus op het dorpsplein maakt dat sommige bewoners met twijfels zich toch melden voor vaccinatie. Het kan extra spannend zijn, bijvoorbeeld als je zwanger bent. Ja, ik vind het wel heel erg spannend. Waarom? Omdat ik zwanger ben. Mm-hmm. En ik ben nu, morgen ben ik 16 weken zwanger. En dan denk ik, ja, het is wel heel vroeg. Kindjes nog niet levensvatbaar. En eerst was het zo, je moet je niet laten vaccineren. En dan was het weer wel. En dan... Dus je hoort zoveel verschillende verhalen. Dat ik zo twijfels had. Maar ik was nu onderweg naar de verloskundige. En toen dacht ik, oh, ik zie die bus staan. Laat ik toch maar eens even langs gaan voor meer informatie. En ja, deze mevrouw die heeft me alles rustig uitgelegd. En echt gerustgesteld dat het veilig is. Dus... Laat ik het toch maar doen. En hoe oud was ze? November wordt ze 2. Het was al gebeurd voordat ik er erg in had. Nou, helemaal goed. Ben je blij dat je me hebt laten zetten? Ja, het is toch wel een fijn gevoel. Behalve vaccineren kun je bij de bus ook terecht voor vragen of informatie. Dus het is hier niet alleen maar prikken, maar we staan hier ook echt gewoon mensen te informeren. En dus als mensen zeggen, nou ja, ik ben het er niet mee eens, dat vinden we ook prima. Als dat op een goede manier kan gaan, dan willen we graag een gesprek aangaan met die mensen. Want we willen natuurlijk ook andere meningen horen. Door de nieuwe maatregelen van het demissionaire kabinet moet iedereen vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs hebben voor bijvoorbeeld de kroeg. Ook dit is voor bezoekers van de GGD-bus reden om zich alsnog te laten vaccineren. Ja, toch dat mijn vrijheid wordt beperkt straks. Ik kan dan niet meer lekker uit eten, niet meer naar de kroeg als je wil. En dat heeft mij wel zoiets van, ja, ik wil wel gewoon normaal kunnen leven. Ik wil niet dat ik alleen maar thuis zit en andere mensen omheen, die gaan wel lekker uit. Mm-hmm. Dat heeft mij wel een beetje over de streep getrokken, uiteindelijk. Ja, deed je geen zeer of zo? Valt mee. En ik heb hem nu.